gaan meteen keihard door naar mijn volgende gasten. Henk van der Zouwen, Jochem van der Zouwen, vader, zoon van fietsenrekhuren.com. Ja. Ik leer toch zoveel, want als je nou denkt aan een optreden, een cultureel evenement, dan denk ik niet meteen aan fietsenrekken, maar die zijn natuurlijk nodig. Ja. En juist het mooie van fietsenrek is, als de mensen op een festival afkomen of naar de parade bijvoorbeeld, ze zijn vol enthousiasme, met spanning op die gezichten zie je de mensen aankomen. Die gaan vervolgens genieten van het optreden of wat het ook is. En daarna komen ze terug met zo'n blij gezicht. En dat is zo mooi om daarmee bezig te zijn. En ja, dat is het stukje cultuur dat ik toch vond dat ik hier mocht zitten vandaag. Ja, dat is superleuke klandizie dus. Dat is hartstikke altijd vrolijk. Altijd vrolijke mensen, altijd vrolijke klanten. Dus zodoende ben ik ook vrolijk. Ja, ja, ik zie het. Ja, je straalt het helemaal uit. Ja. Je denkt eraan terug. Aan welk festival denk je nu? Nou, terug? De laatste was hier in de fabriek, Sunda. Dus dat was ons laatste grote evenement hier in de fabriek. En dat was eind februari. En ja, nu zijn we 2,5 of bijna 3 maanden verder. En verhuren we bijna geen fietsenrekken meer. Nee. En fietsenrekken, want ik ben toevallig nu met de auto gekomen. En ik woon in Utrecht, maar ik vond normaal aan het fietsen. Maar ja, mensen kwamen hier dus ook hier fietsen. Hier mensen komen op de fiets naar de fabriek. Maar die komen ook op de fiets naar de Zwarte Cross. Die komen op de fiets naar de parade, naar de Formule 1. Met de Formule 1 hadden we de grootste fietsenstalling ter wereld gerealiseerd. Dus ja, het is zo mooi om met fietsenrekken bezig te zijn. Ja. En iedereen denkt, ja, Henk, hoe verzin je het om met fietsenrekken bezig te zijn? Ja, hoe heb je het verzonnen? Nou, ik heb het bedrijf overgenomen in januari. Dus ik ben in januari hartstikke goed van start gegaan tot 12 maart. En ja, toen zakte de moed me even in de schoenen, als ik heel eerlijk ben. En ja, op dit moment hoop ik gewoon dat we een stip aan de horizon krijgen. Maar ja, het is gewoon heel lastig op het moment om te kijken wat we kunnen doen. Er zijn wel enkele gemeentes die fietsenrekken inhuren op het moment voor hun binnensteden en zo. En gelukkig worden dat er steeds meer. En daar hoop ik de zomer en de winter mee door te komen. En ja, volgend jaar hopelijk weer de grote publieksevenementen. Ja, en die evenementen, Jochem, kom jij in beeld, toch? Die organiseren wij, ja. Ja, wij, want jij hebt een eigen bedrijf. Nee, wij zitten in een stichting waar we met 40 vrijwillige jongeren eigenlijk verschillende evenementen organiseren. En kun je er een paar noemen? Dat kunnen van 2 weken met activiteiten en artiestenavonden zijn, waar we theatershows hebben of comedy nights. En ja, artiestenavonden met Tino Martin bijvoorbeeld. Maar we doen ook een avond, vierdaagse bijvoorbeeld. Of elke 2 weken een discotheek organiseren voor de jongeren in de regio. Grote evenementen. En dan bel je je vader. Ja, dat en ik heb nog fietsenrekken nodig. Ja. Zo gaat dat. Ja. Even aan de etenstafel of je fietst even langs. Ja, aan de etenstafel. Oh ja, je woont nog thuis. Ja. Ja, 2 bedrijven onder 1 kap. En voor jou is het dan ook nu helemaal stil? Ja, heb je alternatieven bedacht? We zitten te kijken naar de alternatieven om nog verschillende evenementen te kunnen realiseren. Zoals een Timmerdorp, waar we de jongste jeugd mee aanspreken. Die wel bij elkaar mogen komen, natuurlijk. Precies. Zonder afstand. Precies, op die manier willen we toch graag toch nog iets voor de regio neerzetten. En alleen dat ze nu even afwachten. Ja, en je zegt net, we doen het met vrijwilligers, die stichting. Ja. Hoeveel vrijwilligers werken er bij jou? 40. 40? Ja. En echt vast, zeg maar? Echt structureel? Ja, dat zijn jongeren van 15 tot 25. En die dan en telkens komt er een nieuwe lichting. En nemen er ook weer een nieuwe afscheid. Wauw. Werken er ook vrijwilligers in jouw bedrijf? Nee, bij mij moeten ze allemaal betaald worden. Ja. En ik mag dadelijk ook iets zeggen over aantallen natuurlijk. Maar ja, 30 mensen die op het moment gewoon geen inkomen hebben. Het zijn allemaal wel oproepkrachten. Heel veel mensen in de zomer natuurlijk die werken. Alleen ja, die zijn nu allemaal naastig op zoek naar een ander baantje. En dat vind ik ook wel het jammere wat op het moment aan de hand is. Zoveel jongeren zitten gewoon zonder werk doordat de cultuur in elkaar is gestort, om het zo maar te zeggen. Want ja, die mensen stonden achter een bar, achter een kassa, stonden bij mij in het park om de fietsen te stallen. En ja, die mensen hebben op het moment gewoon niks. En, ja, daarom... en die zijn dan, want we hadden net ook een vrachtwagenchauffeur die producties rijdt, en ook theatertechnicus is, die nu voor PostNL rijdt. Ja. Zijn jullie ook bang, en dat geldt misschien ook voor jouw vrijwilligers, dat die mensen nu een ander baantje zoeken en dat je die niet terugkrijgt als het op een gegeven moment weer
wat normaler wordt? Nou, niet bang, want er komt eigenlijk gewoon weer een nieuwe lichting jeugd die ook weer wil werken. Alleen wat we gaan zien, denk ik, in de toekomst, dat de vakbekwaamheid, die gaan we kwijtraken. Want of die man nu vrachtwagenchauffeur is, lichttechnicus of presentator, die kan niet aan de bak op het moment. Dus die kan zijn passie of zijn beroep niet uitoefenen. En ja, door toch een stukje inkomen te genereren, zoeken die andere mogelijkheden om inkomens te realiseren. En ja, misschien is die man dadelijk wel gelukkiger als die postbode is, weet ik veel. Maar ja, en dan ben je bang, de nieuwe lichting is eigenlijk nog niet ervaren. Die moet je gewoon weer gaan opleiden bij nul. En ik hoop niet dat het gebeurt. Ik hoop echt dat we met z'n allen die stip aan de horizon krijgen volgende maand. En ja, dat we gewoon weer kunnen zeggen, volgend jaar staan we er weer met z'n allen. Ja, en waar staan al die fietsrekken nu? In de opslag. In de opslag, dat ja, lukt wel. Ja, van de 40.000 fietsplaatsen staan er 36.000 thuis. Dus dat 36.000, ja. Nou, dan kan je je fietsje wel stallen thuis. Ja, thuis geen probleem. Van de hele familie. Ja. Wat fijn, ook om het geluid van de vrijwilligers gehoord te hebben. Want dat is natuurlijk ook in de culturele sector werken ongelooflijk veel vrijwilligers. Weet ik als bestuurslid van het Bevrijdingsfestival Utrecht, wat ook draait op vrijwilligers. Fijn dat jullie daar die stem hebben laten horen. Hoeveel tellen we erbij? Voor mij 40. En voor mij 25. 25 en 40, 65. Dank dat jullie hier waren. Ja, dankjewel. En zet je handtekening alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel.